Wat leuk dat je kijkt. Wij zijn Annemieke, Maarten, Marjolein en Connie. En we werken in de bibliotheek. De zomervakantie komt er bijna aan. En die gaat er toch een beetje anders uitzien dan we gewend zijn. Want we kunnen niet zomaar overal naartoe. Maar daar hebben wij iets op gevonden. Want kijk, we staan hier voor een greenscreen. En daarmee kunnen we zomaar op een tropisch eiland zijn. Op een hoge berg. Of in de woestijn. Zo werkt het eigenlijk ook met boeken. Als je helemaal in een boek zit, dan ben je eigenlijk ook in een soort van andere wereld. Dus wij nemen je mee naar die spannende, enge, leuke wereld vol prinsessen, griezels, sportmannen en dieren. Nu zijn we hier opeens op een boerderij. En ik ga dit boek lezen, maar dat kan ik helemaal niet alleen. Dus ik heb even hulp nodig. Annemiek, wil je me helpen? Ja hoor. Jij bent de koe en ik ben de kat. De koe? Ik wil helemaal geen koe zijn. Nou, oké, dan ben jij de kat en ben ik de koe. En wij zijn het dus zat. Kijk, we hebben ook een heel mooi bord gemaakt. Het stinkt wel een beetje. Ja, het ruikt, wat is dit? Het ruikt niet zo lekker. Duh. Wil je nou weten hoe dat komt? Lees dan dit toneellezenboek samen met je vader of moeder, broertje of zusje of met iemand anders. Vind jij Peter Paul een goede piratennaam? Ik ook niet. Toch is dat het enige wat Peter Paul wil worden. Piraat. Hij heeft piekhaar en een nog grotere fantasie. Maar dan wordt hij leerling op een piratenschip. En niet zomaar een schip. De Draculus 3. En hij verandert zijn naam in Pepe. En Pepe die maakt kennis met Hens 1, Hens 2 en Hens 4. Dat zijn echte piraten. Maar waar is Hens 3 eigenlijk? Geen idee. De zoektocht gaat beginnen naar Hens 3 in dit geweldige boek Alle Hens aan Dek. Maarten, wist jij dat wolven hun welpjes voorgekoud eten geven? Bah! Kijk! Vies! Ik vind dat juist heel grappig. En in dit boek staat het helemaal vol met dit soort grappige stripjes, maar dus ook heel veel leuke weetjes. Wist je dat wolven? En dit boek is er ook nog over allerlei andere dieren, dus dinosaurussen, spinnen. Kom het maar lenen in de bibliotheek, dan kan je het zien. En dan heb ik nog dit boek. Niet een echt boek, maar de voorkant van het boek. Je ziet ook hier al staan, e-boek. Dit boek kun je namelijk ook heel mooi op je tablet of je telefoon lezen. Het gaat over Saar. Saar op hockey, 3 boeken in 1. Ze moet een sport kiezen van de moeder, want Saar is nogal een beetje slordig. En de moeder denkt, nou als ze nou in een team komt, hè, dan wordt ze misschien wat minder slordig. En allerlei leuke weetjes over hockey. En ook heel spannend, Saar op hockey. Kennen jullie het sprookje van Belle en het Beest? In het kasteel woont een beest. Hij is eenzaam. En op een dag moet Belle, een mooi meisje, een prinses, bij hem wonen. Maar is ze bang, denk je? Wil ze weglopen? Of blijft ze voor altijd bij het beest? Ik ga niks verklappen. Dat moet je zelf maar lezen in dit hele gave boek van Belle en het Beest. Ben je nou niet zo van de prinsessen? Dan doen we gewoon dat kroontje weg. En dan is er een ander boek, De 3 Biggetjes. Dat ken je misschien wel. De 3 biggetjes die vluchten natuurlijk altijd voor de grote boze wolf. Die zit achter ze aan. Denk je dat het ze lukt om op tijd weg te komen? Ga ik ook niet verklappen. Lees dit boek, De 3 biggetjes maar. Wat is dat voor geluid hier in de jungle? Wil je dat weten? Dan kan je dit boek lezen. En het leuke aan dit boek is dat je zelf kan bepalen hoe het verhaal gaat. Kijk maar. Door die plaatjes te kiezen, bepaal je zelf hoe het verhaal verder gaat en ontdek je dus wie dat geluid nu maakt in de jungle. Het boek heet Wowio, wie brult daar in de jungle? Misschien kennen jullie Fuchsia, de heks. Dit boek, Fuchsia en de mislukte toverspreuk, vind je niet alleen bij ons in de bibliotheek of in de online bibliotheek. Maar je vindt het ook in de luisterbieb. Dus naar dit boek kun je ook lekker luisteren. Veel plezier! In dit boek kan Casper iets heel bijzonders. Hij kan in dieren veranderen. Bijvoorbeeld in kip.
Lijkt mij ook wel echt leuk om in een kip te kunnen veranderen. Zal ik het eens proberen? Misschien kan ik het wel. Ja, ik ben een kip geworden. Dat is echt leuk. Maar wordt Kasper eigenlijk wel een kip? Of? Wordt hij misschien wel een slang? Dat lees je in dit spannende en grappige boek. Dat je ook kan lenen in de online bibliotheek. Al deze boeken kun je lenen in de bibliotheek. Zien we jou deze zomer? Of in de online bibliotheek of de luisterbibliotheek? En als je deze zomer naar de bieb komt, hebben we een leuk cadeautje voor je. Een tasje waar je je boek in kan doen. En in dat tasje doen we ook nog allemaal leuke dingen die met lezen te maken hebben. Bijvoorbeeld een zomerbingo. En het mooie is, het is allemaal gratis. We hopen je snel te zien in de bibliotheek. Fijne vakantie allemaal. Fijne vakantie. Dag.